Op het moment dat ik rust heb in mijn leven vind ik het adembenemend om s'morgens vroeg naar Gods voorstelling te kijken. Het is als het ware een, alsof God een doek spant en daar een geweldige voorstelling begint. Want het licht, de zon komt op. Als de zon boven de horizon komt en ons verlicht en begint te verwarmen, is een adembenemende voorstelling wat iedere dag weer plaatsvindt. En op het moment dat dat plaatsvindt, dan is het goed om te beseffen dat die zon 865.000 mijl dik is. En 1,3 miljoen keer zwaarder is dan de aarde. En zelfs de randen van de zon, die zijn meer dan 1 miljoen graden Celsius. Elke ochtend weer diezelfde openingsceremonie. Waarbij God laat zien hoe geweldig, hoe groot, hoe machtig Hij is. En op het moment dat dat gebeurt, dan denk ik als man, wie ben ik? En ik denk dat dat ook goed is om als man soms te beseffen juist in de schepping jouw kleinheid ten opzichte van de grootheid van de schepping. Abraham had ook zo'n ontmoeting met God waar God hem de sterren van de hemel liet zien. En op het moment als hij de sterren van de hemel zag, ja, wie ben jij dan als mens? Zo zegt ook Psalm 8. En als God dan zich bekend gaat maken aan Abraham, dan zegt hij niet alleen ik ben God, want dat weet Abraham inmiddels van hem, maar dan vertelt God een naam. En dan zegt hij, ik ben El Shaddai. En wij vertalen dat met, ik ben de Almachtige. En dat is zo. Hij is de Almachtige, hij is de Heerser over alle dingen. God Oh, op het moment dat je daaraan denkt, dan word je daar zo, zo van onder de indruk. Zijn grootheid. Hij die met zijn, met zijn vingers die dat heelal heeft gemaakt, de hemel heeft omspannen. God in zijn grootheid zegt: "Ik ben de almachtige, El Shaddai." Maar in dat woord "ik ben El Shaddai" zit nog veel meer verscholen. Het is niet alleen ik ben de, de, de grote maker en de heerser over alles. Het is ook ik ben God, en daar staat het woord eigenlijk in van moederborst. Ik ben de God die voorziet, zoals een moederborst voorziet in het eten, in het drinken, voor een baby. De levensbehoeften. Ik ben de God die jou voor jou in jouw leven voorziet. Geweldig. God die niet alleen maakt en niet alleen regeert, maar die ook voorziet. En een Joodse rabbijn die legde mij een keer uit. Hij zegt, Bert, El Shaddai heeft nog, nog een betekenis in zich als je het letterlijk vertaalt. Het is El God Shaddai. Ik ben God die alleen genoeg is. Alleen in mij vind jij je genoegen. Ik ben genoeg voor heel jouw leven. Ik ben de vervulling. Ik ben alles. In jouw leven. Leef voor mij. Leef van mij. En als God dat tegen Abraham zegt, zegt hij dat er eigenlijk ook bij. Abraham, ik ben El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Verstop je niet. Ga niet je eigen weg. Maar wandel voor Gods aangezicht elke dag. En wees oprecht. Eerlijk ten opzichte van God die alles weet, die je gemaakt heeft, die je kent, die je doorgrondt tot in de diepste vezel van jouw bestaan. God is El Shaddai. Hij laat niet alleen in, in al zijn macht en heerlijkheid de zon boven de horizon opkomen, iedere dag weer. Maar in zijn grote trouw ziet hij naar jou om en voorziet hij in dat wat je nodig hebt. En zorgt hij als een vader. En is hij alleen het doel, de vervulling van jouw leven. Leef voor hem, voor zijn aangezicht. En leef vanuit hem.